Zaterdag 23 november. Wij zijn vandaag in Oldebroek. Sinterklaas komt zo aan. We gaan een kijkje nemen wat de kinderen van vinden en wat Sinterklaas van de kinderen vindt. Dus kijk maar mee. Maar wie komt er straks op visite hier? Sinterklaas. Sinterklaas, en jij bent mooi verkleed als? Zwarte Piet. Zwarte Piet, heel mooi pak aan. En wat denk je, krijg je ook cadeautjes vandaag? Ja, zegt hij. Nou, gaan we kijken. Straks komt hij eraan, ja? Zwarte Pieten stijgen, chocola vullen wij de zon allebei. Zwarte Pieten stijgen. Hey, Sinterklaasje. Zwarte Pieten stijgen. Hey, Sinterklaasje. Zwarte Pieten stijgen. Dames, mag ik jullie wat vragen? Ja. Wat zien jullie er mooi uit? Wie staan jullie te wachten? Sinterklaas. Sinterklaas en Zwarte Piet? Ja. En die komt hier? Ja. Hebben jullie een beetje geslapen vannacht? Ja. Hebben jullie ook wat gestudeerd van Sinterklaas? Doe je een stukje of ga je gewoon lekker kijken? Kijken. En jij ook? Ja. Spannend of niet? Ja. Nou, veel plezier vanmiddag. We zijn al zo blij, want de Sinterklaas is in de zon. Dus we gaan een feestje maken. Spring, is nu wel even tijd. Voordat u hier naar Spanje rijdt. Kom dan nog eventjes gezellig bij ons aan. En laat het paardje maar buiten staan. Zwarte Pieten stijl. Sinterklaasje. Denk je dat Sinterklaas nog komt? Want ik zie hem niet. Ja, ik denk het wel dat hij nog komt. Ja dan? Ja, ik denk het ook wel. Nou, waarschuwen jullie even als hij eraan komt? Ja. Ja. Mooi. Dankjewel. Ik zie Concordia al. En Sinterklaas heeft dit jaar alleen maar paniek, Pieter. Pieter, komt het wel goed of niet? Waar is Sinterklaas? Waar is Sinterklaas? Is Sinterklaas er wel bij of niet? Oh, jongens en meisjes, we moeten even heel hard roepen met z'n allen. Sinterklaas! Dat moet veel harder. Oh, 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 ik zie Concordia wel. Natuurlijk al wat kinderen even een handje geven, maar hij komt richting ons podium. Want we gaan hem natuurlijk heel erg verwelkomen in Oldebroek. En hij heeft al heel wat rumoerige tijden achter de rug de afgelopen weken. Ja, er is zelfs nog even een meneer Sinterklaas en de Hoogpiet. De burgemeester, ik geef u graag even het woord om Sinterklaas officieel hier in Oldebroek al welkom te heten. En dan gaan we het feest nog groter maken natuurlijk. Sinterklaas, zeer welkom in het mooie Oldebroek. Fijn dat u er weer bent. U ziet er redelijk ontspannen uit. Ik was even bang dat het misschien wat nerveus was dat u weer ontvoerd zou worden. Maar daar hoeft u niet bang voor te zijn. De politie is aanwezig, gaat niet gebeuren. En er zijn ook nog snelle motoren in de buurt. Dus als al wat zou dreigen, dan kunt u snel met de motor weggevoerd worden. Dat gaat niet gebeuren. Fijn dat u er bent. U ziet hoeveel kinderen er zijn. Het is heel gezellig hier in Oldebroek, altijd. En dan ook vast een hele mooie, gezellige, fijne dag met de kinderen. En u zult er vast heel veel van genieten. Zeer welkom in Oldebroek. Als hier welkom geheten heeft in Oldebroek. En dat betekent dat het feest ook echt kan beginnen. Sinterklaas, ik mis uw stoel nog. Zorgen de Pieten daarvoor of niet? Als het goed is wel. Goed is wel, dan komt de stoel. Echt de crossmotor bij jullie hadden, of niet? Ja, dat zijn de crosspieten. Dat zijn de helden van de dag.
Prachtig. Ja, maar ik zeg dat hij niet zo goed reed meer, die crossmotor, ook wel. Die rijdt als een zonnetje. Maar hij is een beetje baldadig af en toe, hè, die Pieter. Die Pieter zijn een beetje baldadig, dat zagen we net al. De feestvreugde te verhogen. Concordia natuurlijk altijd aanwezig bij de feestvreugde in Oldebroek. Nog een hele mooie concerten geven in het Cultuurhuis. Wat ondertussen de thuisbasis is van Concordia. Oh, kijk eens, wat zien we daarachter? Oei, oei, oei. Ik zie zelfs dat Pieter op het Cultuurhuis. Wat een ondeugende Pieter allemaal. De schoenen vroeger op de longen uit het lijf. Je ouders. Ja, ik hoor alweer mensen meezingen. Ik hoor jullie helemaal niet. Kunnen jullie niet meezingen? Eng, hè? Pieter kennen de klassiekers nog wel, hoor. Ja, ja, ja. Hebben de cross Pieter de boel alweer voor elkaar? Sinterklaas of niet nog wel, Piet? Nou, ik denk het niet, want het werkt nog niet zo hard daar achteraan. Er moeten nog veel gesleuteld worden aan de motor. Gaat het een beetje, Pieter? Krijgen we nog voor elkaar, Pieter? Oh, oh, oh. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Kijk eens, kijk eens. Oh, 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 die crosspieter met die motor. Ja, de crossmotor is weer helemaal op orde. Ja, ja, ja. Sinterklaas, gaat deze Piet ook nog meedoen met de crosskampioenschap, of niet? Misschien wel, we zijn druk met z'n allen training. Wim, waar ligt naar voren? Wim, paklijstjes ingevuld. En jij bent Janice. Piet gaat jullie mooie cadeautjes geven. Eerst voor naar Emma. Kom maar naar voren bij Piet. Even met z'n drieën naast elkaar voor een mooie foto naast Sinterklaas. De prijs winnaars 2013. Mooi. En geeft de drie kleurplaatwinnaars een fantastisch applaus. We hebben een hele mooie kleurplaat ingeleverd. En weer terecht. Sinterklaas, we hebben er nog meer, of niet? Wordt dit een heel groot boek? Ja, zeker, Dirk. Wij zouden graag Lindy Veldhoen, Jasper Uitslag en Aaron Morren naar voren willen hebben. Ja, dat is een meisje. Jij bent Lindy? Okay. En jij bent Jasper? Wat ben jij aan het doen? Pepernoot uitpakken. En wat doe je daar straks mee? Lekker opeten of strooien? Ja, opeten. Die aan de Elzenweg 17 hoort. Opeten en strooien. Nou, pas op dat je geen buikpijn krijgt. Waar zijn die twee danspieten? Moet wij eens even naar beneden. We allemaal de ruimte hebben. Heb je nog één? Mag ik jou wat vragen? Weet jij wat er straks gaat gebeuren allemaal? Nee, weet hij niet. Nee. Mag ik jullie wat vragen? Wat gaat er nog allemaal gebeuren? Er komt nog een poppenkast. Oh ja. Er komt nog een poppenkast en er komen nog een pietendisco. Pietendisco, hoe laat? Weet jij dat, Piet? Nee, ik zou het niet weten, Piet. Volgens mij in rond 3 uur of zoiets. En daarna komt, ja, en als wij de poppenkast hebben, gaan de mannenpieten met Sinterklaas gaan ze door Oldebroek heen. Door Oldebroek heen. Piet, mee eens? Ja, ik ben er wel mee eens. Bedankt en veel plezier vandaag. Joe.
samba, pepernoten samba, zwarte pieterbiet. Pepernoten samba, pepernoten baas. Pepernoten samba, pepernoten baas. Pepernoten samba, is voor zeker baas. Zwarte piet, vitamine piet. Voor je wel, maar ik zie je niet. Kom maar aan de deur bij mij. Zo, wat een mooie naam. Een hele mooie piet, hè? Ik zie alle mooie pieten. Alle kinderen zijn verkleed. Ik zie een Sinterklaas zitten daar. Mooi, hè? Allemaal. Wel, ik heb Sinterklaas ook al gezien. En de pieten zijn er ook allemaal. Dus we gaan echt een hele gezellige middag van maken. Nou, ik heb van alles heb ik meegenomen. Ik ga goochelen. En ik heb ook nog een heel leuk stukje poppentheater. Maar voordat ik ga beginnen... Wil ik even iets vragen aan jullie? Luister allemaal goed. Kunnen jullie allemaal heel goed stil zijn? Ik doe zo meteen. Doe ik mijn arm omhoog. En dan ga je allemaal zo doen. Hoi! Maar als ik mijn armen naar beneden doe, dan moet het muis stil zijn, oké? Okay? Kijk op, joh. 1, 2, ja! Oh, bijna. Dus goed opletten, ik laat het heel snel zien, hè? 1, 2, heb je hem gezien? Hebben jullie hem niet gezien? Bij mij thuis op zolder, daar staat een hele grote kist. En in die hele grote kist, er zit iets in, dat ga ik even laten zien. Nou, er zit niet één dingetje, er zit eigenlijk een heleboel dingetjes bij. Kijk, er zat een elastiekje in. Zie je, een elastiekje. En er zat een servetje. Nou, als jullie goed zien, kijk, ik kan misschien doorheen kijken, maar dat servetje is echt helemaal leeg. Hocus pocus, Pilatus, pas ik wou dat er iets in zat. En als het goed is... Wacht even, misschien zit er nog meer in. Hé, hey, kijk nou eens. En die kleurtjes die ga ik zo meteen gebruiken. Let goed op. Want ik heb nog iets meegenomen. En dat is wat je noemt een heel mooi kleurboek. Kijk, dit is een heel mooi kleur. Hocus pocus, Pilatus, pas. Kleurtjes, jullie zaten er net in. 1, 2, 3. En nou zijn jullie allemaal weer weg. Zie je dat? Net zaten ze erin en nou zei ze, wat is dat?